wij zijn Claire en Cleo. Wij zitten in 1C op het 4e gymnasium en wij gaan jullie laten zien hoe dag op het 4e eruit ziet. Kom maar mee! We gaan jullie vandaag laten zien hoe dag op het 4e eruit ziet. We gaan langs speciale vakken en lokalen. En we gaan ook een paar leerlingen interviewen om te laten zien hoe het leven er echt is op het 4e gymnasium. Dit grote ding hierachter is de mediatheek. Je kan hier boeken lenen of films. De mediatheek is ook handig om bijvoorbeeld dingen uit te printen of gewoon even iets te googlen. En daarom zitten ook heel veel mensen heel vaak na school nog in de mediatheek. Het is een fijne plek waar je rustig kunt studeren, lezen of een boek kunt pakken. Heel handige plek waar je even kunt concentreren. Hoe vind je het 4e gymnasium? Ik vind het een hele gezellige en kleurrijk. Gewoon heel gezellig. Je kan zijn wie je wil zijn. Ik kan gewoon alleen leuk zeggen, want ze houden het vaak hier gezellig. Iedereen kan er zichzelf zijn en zo. Dus ja, gezellig, leuke sfeer. Gezellig. Gezellig. Gymnasium. Latijn en Grieks. Dit is de filmzaal. Het is heel gezellig hier. Je kan gewoon films kijken. En bijvoorbeeld bij het vak film leer je dingen zoals films monteren, films analyseren en allemaal van dat soort dingen. Het wordt dan afgebeeld op dat grote doek daar. Heel groot. En daardoor kan je meer over film leren door films te bekijken. Ik vind film echt heel leuk. Dat vind ik echt grappig. Ik vind het echt cool dat ze dat hier geven. Ik had nog nooit van gehoord eigenlijk. Je hebt film waar je filmpjes maakt, dingen leert over film. Soms een film kijkt en dan ga je bespreken waar de film over gaat. Oh, ik vind film heel leuk, want ik kijk heel vaak films. En nu ik zeg maar film heb, kijk ik kritischer naar die films. Waardoor ik denk, oh, dat is expres zo gedaan, zodat je aan het einde meer gespannen bent op het einde. En dan kijk je ook kritischer naar films. Dat is misschien wel leuk. Hier is het Bevenlokaal. In het Bevenlokaal mag je lekker vrij met je gedachten gaan werken. Je hebt je eigen tekendoos waar je mooi mee kan kleuren, waar leuke ecolinen in zitten, mooie potloden, goede kwasten. In het Bevenlokaal komen we steeds weer met nieuwe projecten die we maken bij beeldende vorming. Wat doen jullie eigenlijk in de pauze? Eigenlijk soms op een balkon daarachter en dan heb je zo'n eigen balkon met een paar van je vrienden en dan kan je daar gewoon gezellig gamen, doe ik meestal. Maar je hebt natuurlijk ook een mooi schoolplein en dan kan je dan chillen en voetballen, dus ook heel leuk. Nou, eerst mochten we in de pauze in ons standlokaal blijven en dan bleven we allemaal gewoon in ons standlokaal. Maar nu moeten we uit ons lokaal, dus dan gaan we gewoon naar de aula. Soms ga ik naar de kantine, maar meestal speel ik met vrienden spelletjes op de telefoon. Wat koop je dan bijvoorbeeld in de kantine? De broodjes heet kip, die zijn echt heel lekker. Broodje heet kip, altijd bestellen, zonder hete saus. Dit is het theaterlokaal. We hebben hier muziek en theater. Voor muziek heb je echt hele leuke dingen. Je kan hier noten schrijven en ze natuurlijk te lezen. We maken elke les bijna weer een nieuw deuntje, zelf gemaakt. En bij theater gebeurt er ook zoveel. We leren echt goed acteren en het is heel fijn om in het theaterlokaal gewoon echt je emoties te uiten. Ik vind acteren echt heel leuk, omdat je iemand anders kan spelen, eigenlijk. Ja, ik vind theater gewoon een superleuk vak. Ik heb het gevoel dat in een andere rol stappen super makkelijk is. Ik vind het heel fascinerend ergens hoe makkelijk dat kan en hoeveel we dat ook hier hebben geleerd. Want ik weet echt dat ik als eerste klasse soms dingen heb gedaan. Dat ik echt dacht van wat. Maar ik voel me echt veel vrijer, denk ik, ook door theaterlessen. Het is een beetje eng als je bijvoorbeeld daar staat in je eentje.
of met meerdere, maar als je begint te praten, dan voelt het niet meer zo eng. Ja, ik ben Lin en ik zit in de derde en ik zit bij de GSA. Ja, ik ben Samuel, ik zit in de vijfde en ik zit ook bij de GSA. Het wordt meestal de Gay Straight Alliance groep genoemd, maar het staat eigenlijk voor Gender and Sexuality Alignment. Omdat het soms best heel moeilijk is om uit de kast te komen en zeker op een plek voor eerstklassers die misschien nog niet helemaal veilig voelt. En daarom zijn we er eigenlijk om gewoon samen, denk ik, dingen te delen en feestdagen te organiseren. Dit is dus de gymzaal. Ik vind het gym zelf heel leuk, ook al ben ik er niet heel goed in. We zijn nu vooral bezig met basketbal. Zoals je ook kan zien, is dat het eigenlijk één grote gymzaal is waar je er ook twee van kan maken. Dat vind ik zelf heel cool. Hoeveel uur per dag moet je dan nog na schooltijd huiswerk maken? Ik denk een uurtje. Dat ligt eraan. Ik moet nu soms half uur, een uur. Als je het gewoon maakt, dan heb je echt nog wel best wel veel tijd om gewoon gezellig dingen te doen. Dus mensen denken dat het gymnasium heel moeilijk is, maar ik vind het alleen maar leuk. En Latijn, we hebben nog geen Grieks, maar Latijn vind ik ook super leuk. Dat is eigenlijk het enige wat erbij komt en ik raad het gewoon heel erg aan. Ja. Ik denk dat je gewoon wel moet willen leren. Je moet wel willen leren. Ik vind het vierde gymnasium een hele leuke school, omdat er ook film en sterrenkunde wordt gegeven. Dat heb je niet echt in andere scholen. Het is een lekker modern school, heel veel leuke vakken. Er is een leuke sfeer, leuke kinderen, de leraren zijn ook heel leuk. Het is niet een klassiek gymnasium met al die saaie boekvakken, het is ook lekker modern. Ja. Dat is mijn... Ja. Het is gewoon heel gezellig en iedereen is wel aardig tegen elkaar. Het is een leuke school, je kan jezelf zijn en ja, iedereen mag er zijn. Ik voel me meer thuis of zo dan alsof ik echt op school liep. Het was gewoon een soort met lessen tussendoor. Het maakt niet uit als je bijvoorbeeld op meisje valt, als je een meisje bent of zo. En het maakt ook niet uit hoe je je kleedt, niemand kijkt je raar aan of je bent niet opeens anders of zo. En dat geeft een hele sfeervolle, fijne gevoel, zeg maar, als je hier binnen loopt. Wat ik ook fijn vind aan de aula, zeg maar, de tweede klassers en de eerste klassers en vijfde klassers, zeg maar, het is niet dat de vijfde klassers heel respectloos zijn naar de eerste klassers, zeggen ha brugpieper of ha brugkikker. En dan denk je, oh, eigenlijk is iedereen hier wel heel chill. En ik ken ook heel veel van vrienden die hierheen gingen en die zeggen, ja, de sfeer was eigenlijk heel goed. Ja, nou, op de kennismakingsdag was ik wel echt heel zenuwachtig. Ik liep er echt een beetje bij van, ja, wat moet ik nou gaan doen? Maar op de eerste dag werd het meteen al wel echt één grote groep met vrienden, de hele klas wel. En ik voelde me gewoon meteen wel echt thuis. Ik dacht, oh, er worden geen vrienden gemaakt. Iedereen gaat heel zenuwachtig zijn de eerste dag. Maar eigenlijk was de eerste dag gewoon iedereen bij elkaar zitten van, hallo, wie ben jij? En we hadden gelijk een soort van een groepje. En ja, dat team staan nu nog steeds. Daar ben ik trots op. Wij werden ook gelijk vrienden. Kom gewoon hier naartoe. Het is echt de allerleukste school van heel Nederland. Ja. Gewoon de allerleukste school. Ja.